Ik ben Michel Anders, projectleider van de afdeling Real Estate Management van de Universiteit Tilburg en derhalve betrokken bij het project Nieuwbouw en Innovatie Olympia Building. Het gebouw is ooit gebouwd met het idee dat er zo'n 1300 sportende studenten in het gebouw rondliepen. Dat zijn er intussen ongeveer 6.500. Ja, het is op dit moment inderdaad hartstikke druk, vooral in de fitness. Maar we zijn als instructeurs en medewerkers hier ook ontzettend bezig met de inrichting van het nieuwe gebouw om de mensen wat meer ruimte te geven straks na het gebouw. Sportzaal 2, fitness en de squash. Sportzaal 1, de nieuwe douchefaciliteiten, de fitnessruimte of met de trap naar boven, vergaderruimtes, sportverenigingen, vost, budozaal, de sauna, kleedkamers met douchegelegenheid. De nieuwe stroom studenten verwelkomen in een mooi en gereed sportcentrum.